Mijn zus zat hier en het leek me leuk om samen met mijn zus hier te zitten. Ja, bij mij is dat zo. Mijn ouders kennen heel goed haar ouders en wij horen dan ook heel veel van haar zus. En haar zus zei ook dat hier een hele goede school was. En ja, daarom ook vooral. Spannend vooral, ja. Want ik had alleen haar, want ik kende haar. En ik dacht, ja, ik kan niet met mijn zus mee, want ze zit in het zesde middelbaar. En dan was ze er nog niet en dan was het zo gespannen. Ja, ook zo, de eerste schooldag moesten we pas om 1 uur er zijn. En dan was dat zo van, ja, ga ik wel snel vriendinnen vinden en zo. Maar dat viel nog wel mee. En mevrouw Tronde. Ja, voor mij is meneer Vos, omdat hij maakt altijd heel leuke grapjes en zo. Ja, dat is waar. Ik vind het mooi en ook zo, ja, je denkt, heb ik wel alles juist aan? En je denkt, oh nee, dat moet ik niet vergeten en dat, maar dat valt mee. Ja, de eerste keer toen ik mijn uniform moest aandoen, toen dacht ik, nu kan ik wel langer slapen, want normaal sta ik echt een half uur voor de kleerkast anders. Dus dat was wel eigenlijk echt een succes. Nee, denk ik. Ik ben 1 keer, ik voelde mijn gsm stil en toen had ik even gekeken. Want dat was mijn mama en die had iets gestuurd. Dus ja, dat was het wel. En ik had enkel sokjes aan 1 keer. Zeker doen. Ja. Ja, het is echt wel een hele leuke school. De leerkrachten zijn ook super fijn. Ja. Ja.